Hey Ronald. Ja? Heeft dat nog een beetje een leuke spreuk? Kies wel wat mijn, maar kies gewoon eerappels combine. Ik ken wel een grafspreuk. Oh. Hier leidt Henk, dit was zijn keuze. Hij leidt niet in een kist, maar in een deuze. Die keeper, die rolt niet eens. Die glijdt. Hé, ja. Hé? Hij is kapot. Ja, hou hem, hou hem. Die keeper rolt niet. Ik heb heel veel problemen. Hou hem staan. Zijn domein. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik heb zo'n trage verbinding, zeg maar. Mijn vrachtwagen riet 400, 300 en hij stopt niet. Nou, maar moet je die keeper van ons zien? Die trailer, daar is iets mis mee. Ja, maar mijn vrachtwagen die staat heel erg. Nee hoor, ik heb zoveel werk. Hij wil niet meer sturen, hij wil helemaal niks. Nee? Nee, heb jij dan een programma aanstaan, Peter Muus? Nee. Ik heb zo'n slechte verbinding, trabbel bij hem en vrachtwagen schiet gewoon met 400 km per uur deur, zegt hij. Ik heb nou, het kan aan mij liggen, maar dan had ik zelf ook wel een slecht. Nee, die keeper is weer goed. Ja, ik heb hem door de Brabant heen gereden en die aasen zaten een beetje vast. Je zit een mod-keeper? Je zit een mod-keeper? Nee, dat is de in-game keeper. Jij moest niet weer door die Brabant heen vinden, gewoon de aasen weer vastzitten. Nee, ga gauw. Nee hoor. Nou, ik ken hem wel uit gewoon, dit is voor mij geen zin. Meest daar? Ik ken er niks meer worden. Nou, even moest even niet bewegen. Even rustig. Even laat het internet even een beetje op gang komen. En wat heb ik voor de rest nog openstaan? Chrome, kan ik hem uitzetten. YouTube hem uitzetten. Ja, maar dat heb ik niet. Ik ben er nog eerder dan jou. Ja, ik ken er niks meer worden. Wat een patje. Hey, en doe vergeet die keeper. Ja, die keeper die slingert alle kanten op, daar ga ik niet meer met die trekken. Ja, denk er nou om, jong. Gaan ze op bord. Er hoort Ronald dit? Ja. Oké. Okay. Nee, dat weet ik in wat ik zeg, moet ik zo. Ja. Wat? Gewoon gelijk vet happen, hè? Ja, godsamme. Jullie zijn er met z'n tweeën nu, of niet? Ja. Pa en moe zitten op het schone Texel. Mm-hmm. Aan de cola. Oh, jij met je cola. Hey, ik heb ook cola niet bij. Oh ja, Ronald zit echt aan de cola. Ja? Wat voor cola? Oh, waarom? Een kijker vond dat een keer grappig of zo, dat jij zei lekker cola. Ja, wij zitten altijd aan de cola en iemand had het op duur op Twitter gezet. Belgian Games. Hoeveel is er in, Peter? 37 ton. Oh, kijk. Maar komt er met twee keepers aan? Ja, dat heb ik natuurlijk nog niet wel. Jongen, ganse borderie heb je producten in, jong. PJ. Dat is echt ongekend veel mais, ja. Ja, dat is niet normaal. Oh, ik druk die er wel weer door, Peter, hoor. Ja. Klaar om te oogsten. Kling. Komt-ie. Goud bezig. Gewoon wel keurig afgemaakt, trouwens. Ja, lekker goldschap. Ja, lekker verstroopt, man. Wat is me, jong? Pietje, denk er nou om, jongen. Er zijn meerdere mensen die de aksel komen, hè? Ja. En de stevels eronder zit ook maar misschien nog vast. Ja, maar die vieze stevels werden niet naar het trekken. Ja. Oh, maar ik ben er al uur. Oh. Ik zal dan even wat sneller aksel. Wordt voor een stuk, Pietje. Jij stond hem op, zag? Nee, er zijn zoveel. Ja, maar daar is ook al heel veel wel geknipt, hè? Ik zag door stukken land gewoon, ja, de mais niet meer. Alleen de hakselaar heeft nu op dit moment geen flauw idee waar we heen moet. Toch volgen we de hakselaar. Oh. Nog een eventje. Kens killen, je hebt de vakantie. Zes ik al een keer. Eventje, hè, mais. Oh! Nummer 10 gaan we heen. Hoi kerel, ik zat goed met babbeltje in sloot. Piet, jij doet gast een brandje versloten, hè? Nee, ik ga goed. Hoe gaan we meer? Na 10. Na 10. Jullie weten ook niet wat je wil. Ben jij nu aan het opnemen dan? Nee, zo. Ja,
Maar ja, dit, ja? Is, dit is een flauwekul dat weinig zijn. Wie hem ook, ik wist helemaal niet dat je het opneemt. Ah. Van dat domme frikandellen gedoe, wat is het nou? Wat heb ik daar nou aan? Fuck off. Wie hoor ik daar op achtergrond? Je hebt een bericht, papa? Ja, dat is mijn WhatsApp. Dat is een WhatsApp melding. Die heeft Chris allemaal in gesproken. Dat is de P-buurt. Hey, muus, P-buurt. Nou, maar ik heb lang nog niet vol, joh. Nou ja, goed dat ding. Oké. Okay. Hey. Hoe sloom ga jij? Ja, Max, 10. Wat doet hij? Huh? Ja, dat doet de Thomas. Dat doet de Thomas. Moest ook in mijn spiegel kijken, doe. Ja. Ik denk, ik beuk hem de volting aan, dan schuit ook weer aan door. Is Chris klaar met het kleine bekertje op te drinken, een kwartier lang? Zodat hij nog niet door bed hoeft. Nee, een beetje, hoe heet dat? Oh, treuzel. Oh ja, dat bedoelde ik. Hoe lang moet die jongen vanuit de bed? Ja, dan denk ik dat hij liggen moet en dan komt er maar zo'n 20 voor 10 heen om een beker te drinken. Hoi. Dat is even een opvoering. Dat overwicht heet dat. Ja, nou, dat heb ik wel op zich, maar ik weet niet psychisch. Ja, overgewicht. Nou, dat is geen overwicht op mijn kinderen. Ik zal even mijn cola boven. Maar ik heb daar wel voor over het weer. Ja, over het weer. Is toch geen cola bij die stoel? Nee, wacht even. Dat is ook voor het eerst. PJ, concentratie, hè? PJ de geluids, hè? Nee hoor. No. Zo, was ik weer dan? Spannend om zo dicht bij het water te rijden. Ja, ik denk erom. Een beetje naar links doen, want er zit maar een slaapwalje. Ja, ze hebben de muskers er raad niet door tegen de diga. Ja. Hoe lukt het, is die karo's vol PJ? 65. 65. Passagier. Passagier? Oh, ik hier hem op 65. Ik al? Ja. Ik breng hem aan, hè? Ja, wat nou brengt ze nou? Ik zal even kool eens geven. Zal ik hem grappig doen? Zal ik hem grappig doen? Hey, ik zit erbij gezupt zomaar in één keer. Wie wil hem op met die kaar? Zo, nou krijg ik niet. Oh. Ja, mag ik ook even insteken? Peter, steek hem maar in. Ja, hoppakee, vol in die mais. Peter, geef nog eens een slinger aan het rad. Cola. Bye, buis. Ja, maar dat deed ik om jou, PJ. Want ik denk, als Thomas dit doe ik de piep hem trouwens wel. Ja, precies. Hoe smaakt die weer, Thomas? Heerlijk, hè? Coca-Cola. Oh ja, nee, ik ben altijd een beetje opgewonden als ik Pepsi. Pepsi, Maxi. Ik ga jullie gewoon aanklagen bij YouTube dat jullie reclame maken. Ja, maar jij begon eergisteren over Rivella. Oh, nee, dat was Ronald. Oh. Ja, ik ken hem toch niet uit komen. Zo erg? Ach. Dat is toch geen twijding? Nee, maar... overdrijven. De proor is allebei even mijn neusel. Nou, toe eens aan elkaar. Goeiedag, heem. PJ. Wat zei je? Druk even op S. Nee hoor, flauwekul. Ik breng hem voort. Nou, mag zo'n bim in blijven, maar ik zit achter in de raad nou. Ja, die andere Apple die is er niet bij natuurlijk. En die kan hier ook niet druk. Of is die ook al weg? Oh, is nog vol. Ja, die is ook al vol. Ik ben onderweg naar de boerderij. Ja, nou, Peter, rol eerst een gat er maar de muur. Ja, dat ben we even zien. Nou, steek hem erin. Eerst dat troor geen kamer. Nou, dat lukt nog net een beetje. Nee, hij stopt. Nou, ik bereik altijd mijn vraag hoe er wel aan mee, jongen. Huppakee, komt ie. Duwtje. Ja. Tegen, denk. Ja. Hey Ronald. Ja. Heeft toch nog een beetje een leuke spreuk? Een spreuk? Ja, doe eens altijd wel mooi. Elke uitzending hebben we een hele leuke spreuk nodig. Ja. Een spreuk. Grunning een spreuk. Jawel.
doe eens. Grunnig spreuk? Ja? Doe het, ja. Altijd, doe het altijd wel redelijk gevaart voor seks. Moet ik even iets bedenken? Kraai de koekoek nooit in het noorden, dan krijg je de morgen van voren of zoiets. Oh, ah, dat was hem. Ja, dat was hem. Nou, breng maar voor, dan knip ik de rest er wel uit. Ja, en die andere muske die zien we toch niet weer. Nee, die al met een jaantje of zo. Ja, met balen speelden. Jongen. Dat is toch geen boer? Nee. Wat? Doe dat voetbal dan over weer. Hey jongens, die night don't, die night don't. Wat zei je toen? Oh, shit. Die night donkt, die night ponkt. Ja, best naar het internet zeker. Nee. Van spreuk, die ken ik. Ja, die brukst ook. Ja. Ik heb een mooi gedichtje voor jullie. Nou, brand hem de vuur. Hij kan zwiegen als het graf, dat kan broenen uit trek. Hij slaat spieker op kop, mijn hand jeuk. Ik heb voorkeur met dat beeldje haakt. Maar slaat er dan? Ja, dit zijn toch vragen? Vertol. Dat zijn ook ongelooflijk. Stel dat je ruk eens is. Ik ken wel een grafspreuk. Oh. Hier leidt Henk, dit was zijn keuze. Hij leidt niet in een kist, maar in een deuze. Hé, hey, Peter. Ja? Kies wel wat mijn, maar kies gewoon eerappels combine. Ja. Die heb ik wel zelf vandaag. Ja, dat is een goeie. En, en zonder rijven kan je wel thuis blijven. Oh, jezus. Oh. My best. Ik heb een recept. Groente curry met omeletreepjes en ries. Wat is nodig? Een aubergine. 300 gram witte rijst. 200 milliliter kokosmelk. Haar vol kerstje, nou zonder zout. Zout en peper. Een courgette. Die is toch? 2 eetlepels curry. Paaie aaien. En olijf. Olijfolie. Hij zit ook maar wat voor te lezen. Kook ries zoals het op bak staat. Nou, dat is makkelijk. Snie aubergine en courgette in dobbels. Maak olijfolie uit in pan. Olijfolie? Olijfolie. Zin ik, courgette, ruim me niet. Nou, carry de bier en bak daar heb ik eens mits. Ruwe kokosmelk deur en loor alles op leeg vuur in 8 minuten inkopen. Klop eier lus. Mok wat olie hiding. Pankoud pa. En schenk eier 3. Douw de zol en peper of smoke bij. Pak omelet in 4 minuten houden. Onderwiel mol omkeren. Loor omelet opkomen. Rol omelet voorzichtig op en snij die in dunne reepjes. Schep ries in kam. Schep curry erop en verdeel omelet reepjes en cashewnoot erover. En dan zal ik zeggen, mogelijk eten. Naar Bergen nou. Nou, dat was een grijs verhaal, joh. Wat zei je? Dan gewoon een grijs verhaal. Wat is ik jaag met die op zo in die haksnaam eruit. Ja, maar denk er maar om, dan ga je het ook vast zitten. Wat nou, die opten is niet sterk. Gewoon ja, die opten redt het wel, PJ. Zonder kerel. Ja. Ik net wel weer. Oh, ik heb nog een verholtje, maar onze douche bedeed niet meer vermaken. Wat je?
De douche. Wat nou dan? En gisteren zat ik hier in Huizen en ik had een rommer wat openklaap, want het was die smoor hier. Ja. Was die kachel onbedunkt de hele vloer aan het verwarmen. Nee. Ja, het was 27 graden in huis. Nee, ja. Zo. Ik zei, nou ja, het is wel warm buiten, maar dat hoeft het dek niet zo benauwd te weten in huis. Maar die verrekte kachel die was aan de gang. Oh, en toen? Ja, en ik vermeung onder de douche met een porrel en ja, ging warm worden. Die driewegklep, daar waar een borgveer van knapt. Ja, juist. Nou weer kloor, nou is het weer over, maar hoi. Ja, maar het is hier nou alweer 27 graden gereden, klopt dat wel? Ja. Ik snap daar geen reet van. Dat klopt wel, papa. Dat klopt wel. Hoi daar. Dat klopt wel, papa. Oké. Okay. Het is mooi uit, jong. Ja, we. Nee, hey, ik zal wat zeggen, ik rom me wezenlijk stil. Tjonge. Wel lekker, hè, maar. Ja, dus ik denk al de kinderbaas. Peter? Ja, ik hoorde hem maar nauwelijks, Thomas, door al die kansen. Ja, maar die andere kwakkers zitten zo door hen te rongen. Hoi. Maar ik denk al, de schaars bij ons zo laag van druk. Maar ja, die kavel die vreet ja, alles op. Die zoekt alles wat ben. Nog even, hè. Dan hoor ik die twee andere handels niet. Nog waar. Hé hey Peter, nog even, dan stonden wij ook op de ATH met onze eigen stand, of niet? Ja, zeker, met merchandise. Ja. Ja, nog even, dan... Maar financieren jullie mijn farming 2017? Want ik ben maar weer een arme student, dus dat kan ik niet betalen. Dan is jouw fame afgelopen straks. Nou, hoezo? Je kan dat toch wel van YouTube money doen? Ja. Hey, ik moet eerst een andere laptop hebben. Ook maar jouw microfoon is hartstikke goed. Klopt, is ook van HP. Ja, dat zit in diezelfde laptop, toch? Ja. Hoi. Hoi. Is hier ook gasvergeten, arm man. Ja, niet normaal. Het is benauwd, of niet? We zitten hier ook op wintertijd. Ik zit frikandel te bakken, ja. Lekker deeltjes bij. Ik bak even voor deeltjes voor mijn brillen. Jongen. Hey, wie gaat er met de aksel? Ik ga hem zo uit, nu. Wat hè? Oh, dan ben je saai bezig. Jongen, hey Thomas, waarom? Laten we nou eerst alles er even afknippen. Dan hebben we iets presteerd. We hebben de marge nog niet af, of hij wil alweer maar saai. Ja, dat vind ik zo leuk, hè? Ja. Wunders. Gewoon zelfs duur. Doe maar even, jong. Maar we zitten ook nog met een probleem. Nou, en dat is? Ik heb de Heineken fabriek, heb ik gerst gebracht. Ja. Maar nou willen ze ook hop. Hop hem. Oeh, en dat kan mij niet zijn zeker? Nee. Die multifruit zit er niet in. Oh, dus er moet multifruit mat erin hem. Ja. En onze mixstation er dan? Onze GA? Nee. Ik heb haast. Moest hem geduld hebben. Toen is hem ding. Mooi. Wij eten. Wat? Wij eten frikandel. Ja, dat is goed. Lekker? Heerlijk. Ctrl-MF. Ja, maar ik krijg die voeding en de feeding manueel niet aan. Nee. Ik snap daar niks van. Of hebben we te veel koeien? Nee, dat is flauwkeur. Nee, joh. Dat kan niet. Er is wel over me heen op dit moment. Sorry, Peter. Dit zie je? Nee. Oh, gelukkig. Is gelukkig. Oh, die graspercentage staat wel verkeerd.
33, 34. Maar dat moeten we niet doen, man. Nee, maar ja, ik zet hem in mijn goed in ieder geval. Start feeding manual now. Go. Hey, nou is het vinkje wel weer. Ja? Huh? Hier! Hij doet het! Hij doet het! Nee. Hij doet het! Ja. Ik wil even naar de boerderij toe. Ja, ga dan maar naar de boerderij, joh. Ik zit in de backupbus, maar ik zit in de backupbus, maar ik heb me niks schild. Was dat wel loop? Nee, dat is een mooi, mooi busje, hè? Ja. Mooi busje. Vooral die stroom. Ik kom er ook gewoon hier. Daar geen die Oosterhofbus, kom er ook in bij. Ik ben in mijn truc onderweg, ja. Met de truc? Ja, misschien wat er allemaal dit, joh. Hij gaat een meng doen. Mixing station, zegt er nou. Oh, jongens. Laat me dan die mengverhouding fout zitten. Zal dat het best wezen? Hij komt eraan. En hij gooit het eruit. Gelukkig. Oh, schitterend. Schitterend. He he. Ben je toch blij dan? Ik stoel van een gerustig sloot. Ja. Wie zit hier met de optimine sloot? PJ. Ja, PJ weer, heb ik al zien. Nee, ik ben met de beast. Dat kan niet. De optimus ligt hier in de sloot. Bij de maar ik ben met de beast hoor, bij de maïs. Hé? Ik heb niet in de optum gezeten. Wel. In het begin zat ik in de optum. Waar ben jij dan? Bij ik sta bij de maïs. Bij het land te wachten. Waar die bezig was. Nou. Ja, dat wel doen. Nou, hebben we het gewoon niet checken. Maar de goud stiekem die beest pakt. Hey, kun je even komen met de beest, PJ? Want ik, die hakselaar ze vast. Nou, ik ben een frikandel naar de dus ik kan op dit moment niet. Nou, dat kan wel even. Kom maar zo aan. Een glis van toetsenbord af, wil zeggen. Ja. Hoe bliksemcamera die je met een dikke bult beter doet. Ik ga hem aanrijden met de staaien. Nou, 1% per omtocht. Oh, dat helpt niet. Waarom niet, jong? Nou, ik wil die vrees hem achter de staaien, maar dan kan ik niet meer sturen. Ja, hoeveel koeien heb jij ingevoerd, Peter? Wat minder eerst, maar even kijken. Ja, dat heb ik ook maar even gedaan, maar... Je bent er 100 koeien, of niet? 150? Ja, 150 toch? Ja hoor, hij wil ook manueel voeren nou. Ja, maar something blocks the lane. Staat hij in een paard? Ja, klopt. Dat heb ik gedaan, ja. Kijk, dat moet hij doen. Kijk. Ja. Zal die mengverhouding het best wezen? Ik weet het niet. Hij gaat nou wel doen. Ja hoor. Ik kan maar zo. Nou, ligt in elk geval eerst voer genoeg voor. Nou, bergen na. Wat moeten ze nou hem daar? Niks. Hebben ze overal alles waard van? Ja. 154 koeien in mij. Oh, met die stijger aan in, dat valt ook niet mee. Waarom pak ze hem niet in die andere trekken hè? Oh, ik denk beetje stoer, man. Ik krijg mijn geluid eruit, Peter, hoor. Nee, maar dan hol ik eerst wat met opnomen. Ja, dat is goed, man. Ja? Yo. Yo. Duma. Dat ging in de sloot. Dat is heel lek. Wat nou? Ja, ik rij over zo'n landweg, ja. Ja. Zit er ineens een sloot? Rijdt hij op een landweg? Landweg. Ja. Lig je nou weer in een sloot? Wat is dat nou? Ja. Jongens.
Hier is een aan het zaaien met 1 km per uur. Ja? Ja. Wat is hier precies de bedoeling van? Hé? Nou, nog eens weer proberen, nee. Kijk. Hoe kan die nou 1 km per uur gaan dan? Ja, die cruise control was op 1 km per uur ingesteld. En dan als je dat instelt, dan doet de arbeider dat ook. Als je langzamer gaat als dat je zelf dat kan. Ik ga er ook van door. Ja, ik ook. Nog een op. Het is hier ook warm. Ja, het is hier ook smoren hier. Hey, groet, hè. Mooi, hè? Mooi.